Vandaag is het in het teken van. Dus als Yola thuis komt vandaag, gaan wij voor jullie een Halloween look maken bij Yola. Hallo, good morning. Het is dinsdag vandaag en. Goedemorgen. Yola die moet nog steeds naar beneden komen. Kom je nou? Dit is dus waarom wij nog niet echt toe zijn aan die morning routine video. Want elke keer dan wil ik het wel opnemen, maar het werkt allemaal niet mee. En dat is ook de reden dat we vandaag eindelijk, halleluja, iemand langskomt voor de douche. Misschien weten jullie wel dat ik een tijdje geleden heb verteld dat de douche stuk is. Hij wordt gewoon niet warm meer. Het was een tijdje een soort van lauw. En dan was het nog wel goed genoeg voor Bart en Yola. Maar nu is hij gewoon, wordt hij echt. Ja, het komt natuurlijk ook omdat het buiten gewoon veel kouder wordt. Maar het is gewoon niet meer te doen. Het is gewoon niet meer te doen. En je leert wel weer je dingen waarderen, zeg maar. Jo, kom je nog? Ja, kom je. Yola is aan het tutten. Hè? Ja. Ja? Je aan het tutten. Wat heb je getut? Gewoon een schaafje van jou. Dochters die hebben altijd zoiets van, we willen de moeder nadoen. En Yola die ziet dus dat ik 's ochtends altijd meteen van alles met mijn gezicht aan het doen ben. Dus die doet dat nu ook. Wat heb je gedaan? Glitter, ik zie glitter over je gezicht. Dat heb ik gedaan, ja. Nou. Maar ik heb een schaafje gedaan van jou. Dat is Rituela. Kijk, ik heb lipgloss. Kijk, dit is een spiegeltje. Zo, hier is een spiegeltje. Kun je erin kijken, kijk maar. Misschien op een dag wordt Yola nog make-up vlogger. Vandaag ontbijten wij even simpeltjes. Ik heb dus die kaas die ik had gisteren gekocht met minder zout. Brood. Volkoren. Boter. Avocado boter. Oh nee, die vind ik niet lekker met kaas, deze boter. En deze rijstmelk ga ik even proberen, want daar zit D12 en B12 bij. Dat is goed, aangezien wij geen vlees eten. Dexie die heeft dat bandje om. Dat is van Lief en dat vind ik echt onwijs leuk. Alleen, het is al heel lang echt te klein. En eerst vertikte ik om een nieuwe te kopen. Omdat ik dacht, hij gaat wel afvallen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Dat vind ik best wel zonde. Oké, volgende stop. Ik ben nu bij de Big Bazaar. Want ik heb besloten dat ik van die zakken wil die je vacuüm kunt zuigen. Zodat ik meer kleding daarin kan gaan opruimen. Het lijkt me wel echt super handig voor ons. Aangezien we op dit moment echt ruimte aan het creëren zijn. Dus dan kan ik vooral met Bart's kleding. Want Bart heeft allemaal van die grote broeken en dingen die hij nooit draagt. Dus die kan ik dan gewoon zo. En dan ergens neerleggen. Handig toch? Tada, daar zijn ze. Dit zijn die kleintjes. ...50 keer 70. We hier ook super veel Halloween spullen. Die is wel leuk. Theetje, broodje en fruit. En dat vind ik ook altijd super lekker eten wanneer ik gewoon achter de computer zit. Waar ik trouwens nu net pas zit. Want ik heb boven alles stofgezogen, beneden alles stofgezogen. Badkamer, soort van, een beetje schoongemaakt. En boven, oh ja, dan wil ik straks dus beginnen met die kasten. De slaapkamer, ja, het is echt heel erg. We gaan ook als eerst hierboven, op de bovenverdieping, gaan we dus beginnen met een jawel, een nieuwe vloer. Bart heeft dit ooit neergelegd. Nou, I don't know why. Maar goed, we gaan dus eerst beginnen met een nieuwe vloer. Dit zijn dus die zakken die ik net heb gekocht.
Ik dacht, ja, even proberen eerst maar. Dus ik heb 3 pakjes grote en 1 pakje kleine. Hoe alles hierin staat. Kijk dit. En alles zit gewoon gepropt en gegooid zo. Het is echt vreselijk dat ik dit durf te laten zien ook. Nou ja, Bart bewaart ook echt. Bart is echt veel erger dan ik met bewaren. Even serieus, waarom bewaar je dit? Ja, mochten we nog een keer naar Sensation gaan of zo? Nou, forget it. Dan doe je die toch niet aan? En dan heb ik, zeg maar, alleen deze kant. Ja, het is echt heel erg dit. Zo gooi ik dus gewoon mijn kleding in mijn kast. En heel vaak, echt heel vaak ruim ik het op. Maar er ligt gewoon te veel in. Dus daardoor wordt het steeds weer een bende. Dus ja, tijd om even eruit te halen wat ik niet draag. En wat sowieso al te klein is vanwege de zwangerschap. En dan in die dingen te gaan doen. Ik hoop dat ik daar nog aan toe kom vandaag. Please, please, ga het doen vandaag. Dit is dus stuk. Hij draait namelijk helemaal door, dit ding. Helemaal, weet je, je kan niet meer warm of koud krijgen. Dus hij draait helemaal door. En ja, daar komt dus straks iemand voor. Maar Bart weet niet hoe hij dit eraf kan krijgen. Hij krijgt het gewoon niet eraf. Ik hoop dat die meneer dat straks wel kan. Oeh, zo, ik ga even eten maken. Er is volgens mij een ongeluk gebeurd in de straat. Politie, brandweer. Oh, ambulance. Maar waarom is er een brandweer bij? Nou ja, wat kan je doen, hè? Hey, liefie. Hoi. De douche doet het weer! Ja! Hoef je niks te betalen? Nee, het viel allemaal onder de garantie. Vet. Yes, we kunnen weer douchen! Oeh, warme kraan. Zo lekker. Nou, we weten niet wat er aan de hand is hier. En ik ga maken spaghetti pompoen met tomaten, spinazie en ricotta. Maar het moest door midden, schat. Zo, we zijn weer terug van de verloskundige en alles was goed. Bloeddruk is alleen een beetje laag. Nog steeds. Dat is het enige. Dit is Sonja. Dit is Sonja, plantaardige. Hoe heet het? Yoghurt. En dat is heel lekker wat ik ga maken. Dan heb je nog natuurlijk iets anders nodig. Wacht even. Oké, weg van Jola. Dit was de video voor vandaag. Geef een duimpje omhoog als je wil. En abonneer je beneden als je mama, mijn moeder, leuk vindt en ik en Bart. En ja, tot morgen. Dat is het. Thank you for watching. Tot morgen.